Hoeveel denk je dat verleiders betaald krijgen voor Temptation? Het is een groot programma, wordt veel bekeken. Ja, 9000 euro. Voor je deelname? Als verleider. Nee, ik krijg... Er is een challenge gaande waarbij ouders snoepjes voor hun kind neerzetten en zeggen dat ze pas mogen eten als ze terug zijn gekomen van de wc. Toen ik dat zag, dacht ik... Dit wil ik ook. Ik heb alleen geen kinderen. Weet je, jij moet doodgaan. Dus fix de kinderen van andere mensen. En ik ga jou in de gevangenis zetten. Denk je dat hij er vanaf blijft? Ja, denk wel. Pop gaat even naar de wc en dan kom ik zo weer terug. Nog niet pakken, hè? Ik zag gewoon een kind aan, Mark. Sorry. 5 minutes later. Oh, wat lekker! Is het lekker? Mm-hmm. Ja? Wil je wel wachten? Ja. Kijk dit. Ja, goed zo. Goed zo. Yo. Hoi. Ik ben hier met Christel en nog 2 andere vrouwen. Het is de moeder van Jaylin. We gaan haar vandaag gummybeertjes geven. Wat denk je dat ze gaat doen? Ik denk dat ze alles gaat opeten. Hier, zet hem op. Yes. Doe je ding. Mag er niet aankomen. Niet? Oh mijn god, dat is al beslist. Nee joh. Ze heeft al eentje gehad. Ze heeft al ingepakt. Zo, dan gaat ze ervoor hoor. Hey. Wat verdorie, niet te stoppen deze. Dit is Simon, je weet wel, van... Ik ging met hem chillen in zijn hometown Volendam. Mijn assistent Martina zei, misschien leuk als je zo'n typische Volendam foto gaat maken voor de vlog. Waarop ik zei, nee joh, dat is echt het meest standaard idee wat je kan doen. Ga ik echt niet doen. Maar op een of andere manier. Kijk eens waar we nu zijn. Je kan hier niks aan doen. Kijk, je ziet al deze mensen hier. Je ziet hier dus ook Nicolette van Dam. Met een kwartmansprint. Hoi! Ja, toen was het nog de vriend van, hè? We kunnen 2 opties, of die kant of die kant. Waar hebben de mensen het meeste spijt van? Van die kant. Ja. Een paar minuten en dan zijn de foto's er. Hoi! Ga naar huis! Dit zijn wel de echte foto's. Fantastisch! Kijk eens aan. Is u mooi? Ja! We hadden echt zo van wij hebben zo'n winkeltje gemaakt. Toen zeiden we zo, Nick en Simon doen een toertje ook voor 2 euro. Maar toen zeiden ze zo, Nick en Simon, bla 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 bla, komen jou tegen. Toen zei mijn vriendje, kijk eens wie daar is. Dus ik denk, wie? En dan ben jij het, maar ik heb nog nooit echt een YouTube. Zo. En hoe is het nou in het echt? Valt tegen, hè? Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chillen met Temptation Verleidsters. In deze show stellen we pittige vragen aan deelnemers van Temptation. Hoe komen ze bij jou terecht voor Temptation? Via Insta. Ze berichten heel veel mensen via Instagram. Dus jouw foto's op Insta zijn dusdanig sensueel dat ze naar jou toe komen in plaats van andersom? Ja, blijkbaar. Hey, maar waarom ben jij dan nog nooit gevraagd? Jij wilt toch nog altijd verleider worden? Best wel vaak met Sita daarover. Zij zegt, nee, dat gaan we nooit doen. Nee, ik ben een gedisciplineerde guy. Nee. Je hebt van alles wat, dus je kunt eigenlijk nooit zeggen van er zit echt niemand tussen die ik niet aantrekkelijk vind. Je bent rood haar, je bent blond haar, je bent krullen. You're fucked. Ja. En dan ben je met een dier in de hutsclip. Ja, een damhertje. Welke damhert? Oké, we gaan proberen te spotten, ja? Yes. It's not a... Oh, wacht. Oh, wacht. Kut. Deze links. Ben jij dat? Ja. Oh. Wacht even, ben jij dat? Mijn schouder. Hang jij over zijn schouder? Oh ja, dat was zo zielig. Yes. Dat ben jij? Ja, toen maakte ik gewoon mijn debuut als schoen. Wat vet. Hoe lang heb je daarvoor in de verf moeten zitten? 6-7 uurtjes. Jezus. Boy, jij hebt nog nooit Temptation gezien. Nee, ik heb wel eens Temptation gezien, maar ik snap het allemaal niet. Dat is ook niet heel moeilijk ofzo. Nee, maar dat is het probleem. Ik ben te slim. Ik ben UFO-piloot. Hoeveel denk je dat verleiders betaald krijgen voor Temptation? Ja, 9000 euro. Voor je deelname? Als verleider? Nee, je krijgt niks. Nee, je wordt echt niet betaald om mee te doen. Maar wel gratis wat je er wel voor terugkrijgt is 98.000 volgers. Meer dan jij. Ik heb maar 5k, dus even opschieten. Yo, pappies. Hey, ik heb gehoord dat de kroegen weer open zijn, dus ik dacht misschien kunnen we vanavond zuipen. Ik ben mijn handen aan het wassen met Robin. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind jou een hele mooie jongen. Ik kan geen handen wassen. Oh.
alles goed. En wat nog meer? Nee, dat was het. Hoezo? 50 euro krijg ik voor jou? Ja, 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 50 euro voor dit. Ik kwam er nergens op. Hoezo zou ik niet met jou kunnen praten? Praat met een persoon. Krijg je 50 euro. Ja. Ben je nou echt wel dom? Ik maak er 100 van als jij sneller een biertje kan atten dan deze vrouw. Sneller een biertje atten? Ja. Echte knooschool. Moet ik Paul 100 euro geven? Ja, dan moet je het zeker wel doen. Echt waar? Ja. Oh, ik krijg er iets van. Ik heb iets gewonnen. Zo dom, jongen. Ja? Yo allemaal, ik wil jullie graag wat meer achter de schermen van mijn leven laten zien. Bij ondernemen hoort boekhoudzaken. Dus ik heb een afspraak met mijn boekhouder. Ik sta voor zijn deur, ik ga naar binnen en ik ga jullie een klein beetje laten zien van hoe dat eraan toe gaat. Kom maar binnen. Hey. Calvin. Dit is Dirk. Je handen steriliseren. En geef even een pasje of iets dergelijks. Pardon? Een pasje of iets dergelijks. Maar je bent de boekhouder. Is het normaal? Ik ben een betrouwbare boekhouder. Zeker. Boekhouder Dirk _ Ja, X's vooral is het dan nog. Maar dat ga ik veranderen. Ik maak hem even wat kleiner, want anders lukt het niet. Nee, dat komt helemaal goed. Dirk! Het is maandagochtend! We gaan vandaag de kwartaalcijfers kijken. Het tweede kwartaal. Ja, ik heb ze. Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. In bepaalde opzichten, andere opzichten niet. Positief. Dit zijn de miljoenen views van 2020. En dat gaat steeds lager, totdat Pol kwam. Oh. En dat staat in verhouding met meer betalen. Kijk, meer betalen. Meer. 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 Waarom heb je geen broek aan? Dat heb ik gewoon wel. Waarom heb je... Schat. Even. Dit is genoeg. Ga er vandoor. Wegwezen. Heb je opleiding gedaan voor dit of wat? Is dat een serieuze vraag? Opzodemieteren. Opzodemieteren. Meer betalen. Dirk, ik zie je. Meer betalen. Meer betalen. Dirk. Weet je wel, dat je bent eigenlijk helemaal geen boekhouder, Dirk. Ben geen boekhouder. Dirk, je bent eigenlijk een stripper. Ja. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei. Calvin. Move it.